dat de aantoont terecht naar deze Olympische Spelen te zijn afgevaardigd. Jammer, een harde conclusie, maar het is niet anders. We gaan naar rit nummer 10 inmiddels. En daar komen we veteranen tegen. Nancy Swider, tegenwoordig Pelt, daarachter staat omdat ze getrouwd is. 31 jaar inmiddels. En haar tegenstander, die 11 jaar jonger is, komt uit Noord-Korea. Wasson Song. Swider was eigenlijk al gestopt met schaatsen, net al meer die dokter. Dat verhaal heb ik eerder deze week verteld. Maar met het oog op de Olympische Spelen hier in Canada hebben ze toch maar weer de draad van de training opgepakt. En hebben zich via de Amerikaanse selectiewedstrijden geplaatst voor deelname hier. Swider was gestopt omdat ze een jaartje geleden moeder is geworden van een dochter. Maar nu staat het er weer. Ik ben benieuwd wat voor tijd daar nog uit kan komen. Ja, de dames hebben wat moeite en het zijn niet de enigen die dat hebben met de startprocedure van Per Bjuni. Swider krijgt daar nu de valse start voor op haar rekening geschreven. De Noor wacht erg lang. U weet, er moet gewacht worden nadat de dames allebei, daar gaat het om, volledig stilstaan. Dan moet het tussen de 1 en de anderhalve seconde door de starter gewacht worden alvorens hij mag schieten. Wel, dat is gelukt. Swider tegen de Song. Een heel klein Noord-Koreaantje. Volgens de geweldige stroom van informatie die ons hier bereikt, zou ze 1,59 meter lang zijn. Nou, ik geloof het graag. Ze opent in ieder geval in 19,37. 2/10 sneller dan Ingrid Haringa in de vorige rit. En voor Swider denk ik dat het meedoen belangrijker is dan het leveren van een prestatie. Maar ja, wat wil je als je er zo lang uit bent geweest? Kijk eens naar het verschil. Koreaantje gaat verrassend goed door. Houdt van het nationale record van Noord-Korea met 1,25, bijna 1,26. En dat gaat er dus dik aan. 49,37. Ook de Koreaanse schaatsenrijdertje gaat dus veel, veel sneller over het ijs. Tot nu toe althans dan bijvoorbeeld Ingrid Haringa. Op weg zonder enige twijfel naar een nieuw Noord-Koreaans record. En dan gaat ze in die buitenbocht onderuit. Ja, leven is hard. En hier is Swider in 1:24.81. En hier is Song, het liedje is uit. De song has ended. The melody lingers on. Dat is het ongeveer. Kijk maar. Ja, ze doet het toch echt helemaal zelf.